Gert Lichterink, de match tussen Ivan Sokolov en Lucas van Vrees is in het voordeel van Sokolov uitgevallen, 2,5, 1,5. Hoe kijk jij erop terug? Wat vond je het voor de match? Ik vond het een hele leuke match. Het is, soms zijn dat soort korte matches teleurstellend, omdat gewoon iemand die gewonnen heeft, die een partij gewonnen heeft, die probeert de match verder dood te maken. Dat is hier totaal niet gebeurd. Er was eigenlijk maar één partij die een beetje zo-zo was. Drie van de vier partijen waren ongelooflijk interessant en leuk. En er werden risico's genomen, er waren spannende stellingen. En je zou kunnen zeggen dat Sokolov een beetje toevallig gewonnen heeft. Ja, want ook vandaag was er ook weer vuurwerk op het bord. In de analyseruimte was het moeilijk om daar chocola van te maken. Lucas heeft een geweldige kans gemist om vandaag te winnen. Net zoals hij de eerste partij had kunnen winnen. En waarschijnlijk heeft hij ook in de derde partij wel goed gestaan. Dus eigenlijk is 2,5, 1,5 nederlaag, dat reflecteert niet helemaal wat er in de match gebeurde. Maar wat betekent dat voor een jonge grootmeester als Lucas van Vrees, dat hij toch eigenlijk ziet dat hij dit soort jongens als Sokolov nu al niet de baas kan, maar toch zeker kan wedijveren en misschien wel meer? Precies. Ik zou, normaal zou je zeggen, dat put je een hoop moed uit. Ik las vandaag dat hij lang niet zeker is of hij doorgaat in het schaken. Dat hij toch vindt dat ook andere dingen in het leven ook belangrijk zijn, wat natuurlijk moeilijk te ontkennen valt. Maar dat het dus niet vastbesloten is om van schakers een beroep te maken. Dus moeten afwachten. Aan talent ontbreekt het niet. Nee.